De verf op deze tram bevat het kankerverwekkende chroom 6 en lood. Het is een nare verrassing voor de onderhoudsmedewerkers die ermee gewerkt hebben. Voor de zekerheid hebben we toen die werkzaamheden stopgezet. Op het moment dat we meer informatie hadden, zijn we de medewerkers gaan informeren. Want je kunt je voorstellen dat die best wel vragen hebben. Vakbond FNV heeft nog geen ongeruste telefoontjes gehad van medewerkers. Maar het nieuws is hard aangekomen. Ja, dat was best wel heftig. Dat was schrikken. Wat wij begrepen hebben van HTM is dat er in totaal ongeveer 85 mensen meegewerkt zouden kunnen hebben. Wat mij betreft is het een van de eerste dingen die je nu dus gaat uitzoeken. Wie hebben er mee gewerkt? Waar is mogelijk schade ontstaan? En wat ga je daar vervolgens aan doen? Wat is chroom 6 eigenlijk? Chroom 6 wordt aan grondverf en lak toegevoegd om het te verstevigen, om roest te voorkomen of als kleurversterker. Denk bijvoorbeeld aan verf op beton of staal. Bij onderhoud of bewerking van de verflagen kan chroom 6 vrijkomen in de vorm van rook, damp of stof. Daardoor kan het op 3 manieren in het lichaam terechtkomen. Door inslikken, door inademen of via de huid. En dat kan erg schadelijk zijn voor de gezondheid. Anders dan met asbest is het lastig te achterhalen of een werknemer ziek wordt van chroom 6. Chroom 6 wordt door je lichaam afgebroken. Maar onder bepaalde omstandigheden, bij bepaalde mensen, langdurige blootstelling aan chroom 6, ja, dat geeft wel gezondheidsrisico's. Maar er kan dan niet gezegd worden dat is ontstaan per se door chroom 6. Mag dit nou? Doe ik nu iets heel gevaarlijks? Zit er nu gif op mijn hand of niet? Nee, dat zit er niet op. Het is ongevaarlijk? Het is ongevaarlijk. En voor de reizigers om daar binnen tegen de wand aan te staan? Dat kan ook prima, geen enkel probleem. Het gaat er vooral om dat wanneer het bewerkt wordt tijdens werkzaamheden, dan komt er stof vrij, dan komen de materialen vrij. En daar gaat het in dit geval om. HTM onderzoekt hoe de onderhoudsmedewerkers de beige rode trams veilig kunnen onderhouden. Vanaf 2024 zijn alle trams vervangen door nieuwe trams. En die zijn niet met chroom 6 of loodhoudende verf beschilderd.